Alex, een 2-1 overwinning tegen Kapellen, maar ja, we hebben het ons eigen waarschijnlijk net iets te moeilijk gemaakt op het einde. Ja, ik denk dat we de eerste helft goed voetbal brengen. In het begin was er wat zoeken tegen een heel laag blok van Kapellen. Komen we op voorsprong, vroeg op voorsprong, en dat is ideaal. Zeker in het scenario tegen een laag blok. Dan krijgen we een aantal kansen. Maken we niet af, gaan we met 1-0 de rust in. En dan ja, wordt het eigenlijk 2-0 gemakkelijk. En dan maken we het onszelf een klein beetje moeilijk, denk ik. En sluipt er wat, ik zal niet zeggen angst, maar toch een beetje twijfel in de ploeg. En ik denk dat we vooral moeten onthouden dat we vandaag 2-1 gewonnen hebben en dat we weer 3 gouden punten binnen hebben. Dat klopt. Ja, die 2-1 die komt eigenlijk op de corner van ons. Een hele snelle omschakeling. Dus dan snap ik natuurlijk wel dat die paniek er wel een beetje komt. Want opeens, ze starten heel laag. Ik heb nog nooit zo'n lage blok zien staan hier op Lokeren. Maar met nog wat spelers bij te brengen, gaan ze opeens wel heel hoog spelen. En dat hadden wij blijkbaar niet meer verwacht. Hè. Ja, dat is ineens een omschakeling van hun met snelle mannen voorin. Maar ik denk dat wij in alle markten thuis zijn. Dat wij tegen een hoge blok kunnen spelen, tegen een midden- en tegen een laag blok. En dat is gewoon even de knop omdraaien in het hoofd. En ja, zoals ik zeg, die switch maken. En ik denk dat wij daarmee moeten om kunnen gaan. Maar bon, ik zeg het, we moeten daar niet te veel bij stilstaan. We zullen dat wel analyseren. En het enige wat vandaag telt is drie punten. Ja. Het was een plezier om jou beeg te zien vandaag, Alex. Je voelt nu echt goed. Balken spelen, balken krijgen, die vrije ruimte zoeken. Ja, je kreeg ook die ruimte van die mannen. Hè? Oh ja, het is vooral tussen de lijnen was er heel weinig ruimte. En dan moet je op zoek gaan naar andere ruimtes. En die lag dan eigenlijk soms achter hun. Achter een rug. En ik denk dat ik daar goed van gebruik heb gemaakt. Ja. We blijven die winnende reeks maar verder zetten. Ja, het is eigenlijk fantastisch. Hè? Ja, en zo ziet je maar dat we gewoon een goede ploeg hebben. En dat er altijd heel veel andere mensen willen dat wij verliezen. Maar ik zeg het, we moeten gewoon rustig blijven. We moeten gewoon match voor match bekijken. Ik denk dat iedereen, dat is misschien een cliché, maar het is gewoon zo in het voetbal. Je kunt niet 2 weken vooruit kijken. Dus volgende week komt op knokken weer een moeilijke match. En aan ons om te bewijzen dat we wel degelijk terecht op die gedeelde eerste plaats staan. Tot naar knokken, merci. Dank u wel. Simon, een 2-1 overwinning tegen Kapellen, maar we maken het onszelf na de 2-0 iets te moeilijk. Het bleef toch knokken tot de laatste minuut. Ja, het was onnodig moeilijk, denk ik. Ik denk dat we een eerste helft heel dominant hebben gespeeld. En tweede helft, eerste kwartier ook. En daarna maken we het inderdaad onszelf moeilijk, wat niet nodig is. Zeker de goal dat we tegenkrijgen, lopen er een paar dingen mis. En kijk, we spelen een heel goed seizoen. En dat zijn zo nog die laatste details waar we beter en volwassener en slimmer in moeten worden. Maar ik denk dat we vandaag gewoon positief moeten onthouden en dat we weer gewonnen hebben. De afgelopen weken was je opnieuw enorm productief. Met vandaag alweer een doelpunt. Ik veronderstel dat dat enorm deugd doet. Ja, dat doet heel veel deugd. Hè. Ik heb mijn seizoen gestart met een blessure. En dan ben ik heel hard blijven werken om terug belangrijk te kunnen zijn voor de groep. En dat is dan beginnen lukken met die invalbeurt. En vandaag heb ik er ook eentje terug kunnen maken. En dat is leuk voor mij, dat is belangrijk voor mij. Maar het parcours dat we met de ploeg hebben afgelegd tot nu toe is ongezien, denk ik. Maar we moeten daar blijven scherp in zijn. En zeker die tegel van vandaag moeten we over praten en moeten we slimmer en volwassener in worden. En dat zijn die details die nog iets beter moeten. De concurrenten laten weer punten liggen. Dat kloofje samen met La Louvière begint nu toch al mooi te worden. Ja, ik had net in de kleedkamer gehoord dat het 8 punten voorsprong is. Ja, dat is natuurlijk heel goed meegenomen. Maar het is nog een hele lange weg te gaan. Dus het zal elke week is een belangrijke match. Het wordt elke week gezegd, ja, deze match is belangrijk, maar dat zal elke week zijn. Als je een keer verliest en de andere winnen, is het terug maar 5 punten. Dus het is van week tot week. En als je een topseizoen wilt spelen, moet je elke week, elk weekend paraat staan. En dat is, daar zullen we onszelf toe moeten dwingen om dat te blijven doen. Maar ik denk dat de groep daar wel klaar voor is. En de staf zeker ook, dus dat komt wel goed. Bedankt. Een 2-1 overwinning op thuis tegen Kapellen.
Maar ik heb het ook aan Alex gevraagd en gezegd, ja, we hebben het ons eigenlijk een beetje te moeilijk gemaakt. Hè. Ja, ik ben eigenlijk ben ik niet tevreden. Hoe kunnen we een wedstrijd eigenlijk ons zo moeilijk maken? Ik denk dat we moeten de kansen nog optellen, maar we hebben enorm veel kansen gekregen. En als je dan eigenlijk denk, een kwartier voor het einde zoveel risico neemt achteraan. En dat vond ik bij iedere corner, dat we eigenlijk bijna man op man, terwijl dat niet de bedoeling is. Dan maak je het jezelf moeilijk. Als je de kansen afmaakt vandaag, is het misschien 5-1. Maar dit zou niet mogen gebeuren. Ja, de kansen hebben we zeker gehad. We wisten ook van die eindrondewedstrijd vorig jaar tegen Kapellen dat ze een heel sterke keeper hebben. Ja, die mens heeft ook zijn rol gespeeld natuurlijk. Hè. Ja, dat is juist. Maar die ballen moeten gewoon binnengaan. Die keeper heeft nu ook geen noemenswaarde, een paar hele goede ballen gepakt. Maar wij mogen hem de kans niet geven om die ballen te pakken. En dat was, daar moeten we meer overtuiging in leggen. En dat maakt het jezelf makkelijk. Als je snel hier de 2-0 scoort, dan weet je in de tweede helft komt het wel. En ja, we hebben zelfs de kans 3-1, 4-1. En we doen het niet. En dan weet je dat het tot het einde bibberen wordt. Ja, dat bibberen, ik snap dat niet. We zijn heer en meester uiteindelijk. Die 2-0, die 1 en die 2-0 komen eigenlijk vrij gemakkelijk. Ja, en dan denk je, oké. We krijgen een corner en op die counter scoren die man in 2-1. En dan ja, zie je echt paniek bij ons. Hè? Ja, paniek. Maar zelfs na de paniek krijgen we 2-3 hele grote kansen. Dus, en bibberen wil het niet zijn. Het is niet dat zij nog veel gecreëerd hebben. Maar je weet, er moet maar een corner of een verkeerde bal vallen. En je gaat die met gelijk spel naar huis die heel ontgoochelend zou zijn. En het is niet dat we veel kansen gegeven hebben aan die mannen. Misschien 1. Maar ja, als je 2-1 staat, heb je toch altijd een bepaalde schrik. En dan moet je het gewoon sneller afmaken. Ja. Dat laag blok, hè. Ze komen hier altijd laag spelen. Er gaat hier geen één open deur, dat gaat, dat weten we allemaal. Maar Kapellen stond echt wel heel erg laag. Hè. Ja, en dat besef ik ook dat het heel moeilijk is om daarin opening te creëren. En we deden het ook. We wisten iedere keer als we loopacties deden in de diepte, dat we gevaar konden creëren. Oké, af en toe is offside, maar je moet wel die loopacties doen. En het is gewoon heel moeilijk voetballen. Iedereen moet dat ook zien, dat zij met een 5-4-1 misschien kwamen voetballen. En raak er maar door. En dan heb je een klein beetje individuele kwaliteit nodig. En we scoren dan heel rap dat doelpuntje. En dan denk je van, ja oké, nu volgen er nog. Maar ze bleven in die stelling spelen. En dan is het gewoon heel moeilijk om opening te creëren. Yannick geschorst vandaag. Maar ja, Yannick was heel sterk bezig. Daar niks van. Maar uiteindelijk hebben we hem niet echt gemist waarschijnlijk. Hè? Maar we hebben een brede kern. Dat was ook de bedoeling dit seizoen. Dat we op elke positie voldoende kwaliteit hadden. En dat is vandaag ook teruggebleken. En dat zal in de toekomst ook terugblijken. Dus Sam was er ook niet bij. Wegens dat hij nog niet helemaal fit was na ziekte. Junior doet dat ook goed. Dus dat is de sterkte van ons elftal. Dat klopt. Zondag knokken. Die mannen zitten in een gigantische flow waarschijnlijk na de bekerstunt dat ze tegen KV Mechelen gerealiseerd hebben. Ja, hopen op die 3 punten daar. Hè. Ja, maar die mannen zitten thuis al een jaar lang in een gigantische flow. Ik denk dat ze eenmaal verloren hebben dit jaar en dat was tegen Patrouijzen in januari. Dus thuis is een heel, heel moeilijk te bekampen ploeg. En daar moeten we ons bewust van zijn. En we zullen heel sterk moeten zijn zondag om knokken te verslaan. Merci. Alsjeblieft.